Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aert van Rijking van de formule van Kostenzik en Sinusik met de formule van Euler. Ja? Nou, we gaan Kostenzik en Sinusik berekenen. We weten de formule van Euler dat eta macht ix gelijk aan cosinus x plus i sinus x. Kijk daarvan naar de video over de formule van Euler. Ja? Nu gaan we proberen cosinus en sinus te berekenen. Daarvoor gaan we eta macht min ix berekenen. Dus eta macht min ix is gewoon cosinus min x dan plus i sinus min x. I sinus min x. Het zijn tegenstelde hoeken. Dan begin je de cosinus van x is cosinus x. Maar de sinus wordt het negatief teken, dus min i sinus x. Ja, het zijn dus tegenstelde hoeken, onthoud dat. Dus cosinus blijft cosinus, sinus wordt het negatief teken. Dan gaan je twee optellen. We gaan eerst optellen en dan aftrekken. Optellen gaan ze optellen. Dus ex plus e min ix. Ja, wordt dan cosinus bij cosinus wordt twee keer cosinus x. En met de plus en de min valt de sinus weg. Ja, dat volgt dat cosinus x gelijk is aan eta macht ix plus eta macht min ix geeft er 2. Dus cosinus x is eta macht ix plus eta macht min ix gedeeld door 2. Ja. Daarna gaan we dan aftrekken met de min. Dan krijg je eta macht ix min eta macht min ix. Cosinus valt weg. En met die min wordt een plus, dus 2 keer i, 2 keer i sinus x. Of sinus x is dus eta macht ix min eta macht min ix gedeeld door 2i. Onthoud, die i staat hier beneden, bij sinus staat er een i geschreven. Dus sinus x is dan eta macht ix plus eta macht min ix gedeeld door 2i. Ja. Dat is de formule van Euler voor de cosinus en voor de sinus. Geschreven met eta macht ix. Ja. Nu een paar toepassingen daarop. Ja, onthoud bij sinus 2i, een paar toepassingen. Tangens van x is sinus gedeeld door cosinus. Ja, dus eta macht ix min eta macht ix ja, gedeeld door i te macht e min ix. En die 2 komt dan in de noemer te staan. Ja, die 2, dus waar we in i komt in de noemer te staan. Ja. De cotangent van x is dan het omgekeerde. Dus eta macht ix min eta macht min ix. Geheel door de i maal e ix plus e min ix. Min ix. Ja. U kunt ook de cosecant en de secant berekenen. Dit is wat de tangens cotangens. Als je dan de secant berekent, wat 1 over cosinus is, is gewoon dan 2 gedeeld door eta macht ix plus eta macht min ix. En de cosecant als voorbeeld is dan 2i, dus geen min, maar 2i gedeeld door eta macht ix min eta macht min ix. Dit zijn de formules van Euler, gekozen uit de formule eta macht ix is cosinus x plus i sinus x. Dank voor de aandacht. Als je een goede video vond, geef dan een like of ga naar mijn website www.jozefaert.com.